kort moment van korte en serieuze zaken. Hartelijk welkom in het museum in Belvedere. De mensen die net zijn gekomen en de mensen die het prachtige concert hebben bijgewoond. Ja, dan kan dit officiële woord niks meer toevoegen. Ik hoop dat u genoten heeft voor de mensen die niet bij waren. Ik hoop dat u vanavond geniet. En er zijn nog een aantal concerten de komende weken, dus blijf ons volgen. Tentoonstelling over en van Hoop Benning. Ik geloof dat het eerste contact met Han dateerde een paar jaar geleden. Ik ken het werk al een beetje en degene die daar toch eigenlijk verantwoordelijk voor was, is Sonja Besseling. Zij is degene geweest die mij in contact bracht met Han Benning en zei van, nou ja, als je het leuk vindt om een keer op atelier of in je woonhuis te komen kijken, dan kunnen we een afspraak maken. En natuurlijk vond ik dat leuk. Ik ben daar toen ook geweest. En kennis gemaakt met Han en zag daar die geweldige woonkamer met alle handen spullen. Nou, ik hoef daar niet uitgebreid in te gaan, want je kunt die woonkamer nu hier zien. Maar toen dacht ik, het zou fantastisch zijn om alles wat daar is, die spullen, hoe het geordend is, hoe het bij elkaar hoort, ook al zijn er totaal uiteenlopende voorwerpen, maar allemaal vanuit één mentaliteit verzameld en vervaardigd. Ja, het zou fantastisch zijn om die kamer hier integraal op te nemen in de tentoonstelling. Dat moeten we gaan proberen. Nou, die tentoonstelling heeft een lange voorbereiding gekend en is misschien maar goed ook, want daarmee kon Han wennen aan het idee dat ik had om de tentoonstelling te concentreren rond de inrichting van zijn woonvertrek. En het woonvertrek, ik heb het altijd beschouwd als een kunstwerk op zich, een installatie, een gezagkunstwerk. Zoals Han zijn collages samenstelt uit snippers papier, schikkend en schuivend. Of voorwerpen assembleert tot heel nieuwe verschijningsvormen. Zo ordent hij zijn woonvertrek met objecten waarmee hij een persoonlijke betrokkenheid voelt. En zo heb ik hem dinsdag ook bezig gezien hier toen hij zijn eigen woonkamer hier zelf weer ging inrichten. En het eind van daar ook zei, nu mag er ook niemand meer in, want dit is mijn woonvertrek. Stiekem heb ik dat toch gedaan, ik heb het ook geweten. Een van de mooiste dingen in dat woonvertrek vond ik, ik geloof dat Han dat zelf zijn altaar noemt, het in het midden van de kamer. Binnen de denkbeeldige lijnen van een rechthoek zijn of waren, ik moet nu zeggen waren, altijd van alle andere objecten gegroepeerd. Dat konden tekeningen zijn, dat konden assemblages zijn, maar dat kon ook volkskunst zijn, dat kon een mooi boek zijn wat Han net had gekregen, of een LP. En elke keer als je daar komt, dan was het weer anders geordend. Dus het was een constant proces van veranderen. Uit chaos, orde, scheppen. En dat is denk ik ook de motor van zijn creativiteit, van zijn beeldende kunst en van zijn muziek. En dat alles met een ontwapenende, aanstekelijke onbevangenheid, puur en direct, op basis van intuïtie en vrije associatie. Nou, het woord speels valt er nog gauw, het spelelement. En dat hebben we ook proberen te duiden in deze tentoonstelling. We hebben een tentoonstelling willen maken die een uitdrukking is van die speelse creatieve vrijheid en van een positieve mentaliteit. Een tentoonstelling die in dat opzicht eigenlijk de huidige samenleving een spiegel voorhoudt. Ik wijs u op dat bij deze tentoonstelling een boek is verschenen in de serie van onze tijdschriften NB, waar verschillende auteurs aan hebben meegewerkt en ik hoop dat u allemaal dat boekje straks mee gaat nemen. Nog mooier is als u straks dan ook nog besluit om abonnee te worden van ons tijdschrift, zodat u 4 keer per jaar dat op uw deurmat vindt en misschien dan ook nog weer getriggerd voor om nieuwe is te komen. U vindt daar op de toonbank allerhande zaken die te maken hebben met Han Benning.
Ik kreeg net nog in handen een klein prachtig boekje wat net is verschenen, waar een aantal van te koop zijn, gemaakt door Willem Winters. Prachtig klein boekje. Dus dat ligt er toch ook maar weer. En ik moet natuurlijk zo'n introductie besluiten met het danken van een aantal mensen. In de eerste plaats het ICP-orkest, wat hier zo'n voortreffelijk concert heeft gegeven en waar we enorm blij mee zijn. Susanna van Kanel, voor haar bemiddeling. Kees Kudo, die belangeloos en voor ons alle ICP-hoezen, LP's, heeft bijeengebracht. Een aantal zijn er geëxposeerd nu in een van de vitrines. Ik wil de familie Sanders bedanken. Ik wil Pieter Boersma bedanken voor zijn foto's. Een aantal van te zien zijn in de tentoonstelling en in het nummer van MB. Allemaal foto's van hem. Peter Benink, die net weg is, maar ik noem hem wel. Als je het hem ook maar doorgeeft dan. En ook een bijzonder woord van dank, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, aan onze mensen. Onze mensen die hard werken aan tentoonstellingen en bijzonder ook onze vrijwilligers. De rondleiders, de mensen aan de kassa die nu ook weer zo'n drukke middag hebben en daar toch altijd weer blij lachend hun werk doen. Geweldig, onze rondleiders, de mannen van de inrichting, de mensen die het transport hebben verzorgd, alle vrijwilligers van dit museum, waarvan er nu ook een groot aantal weer zijn. Geweldig, dankjewel. Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt dankzij een aantal partijen en die moet ik ook noemen en dat doe ik ook met veel plezier. Het eerste is wel een fonds wat ongenoemd wil blijven, dus laten we zeggen een anonieme begunstiger. Dank u wel. SNS Reaalfonds, wat een concert heeft mogelijk gemaakt. De gemeente Heerenveen, waarvan nu een vertegenwoordiger aanwezig is, en straks wat zal zeggen. Met alle culturen. De Heerenveense Kunstkring en de Stichting Kunst op Kamers. Tot slot wil ik danken Sonja Wesselink, die zoveel heeft gedaan voor deze tentoonstelling. Yeah. En haar rechterhand in goede zaken, Marijke Pot. Dank. En dan de klepperman zelf, Han. Het was een drukke week, het was een gekke week, maar het was ook een geweldige week. En daar wil ik je heel hartelijk voor danken. Dankjewel. Ook voor je bereidheid om hier verschillende keren op te treden, workshops te verzorgen. Voor ons is dat nieuw. We zijn je daar heel dankbaar voor. Nu geef ik heel graag het woord aan Tjeerd van der Zwaan, onze burgemeester. Dames en heren, toen ik net even kennis maakte met Han Benink, zei hij tegen mij: ben jij hier de burgemeester?